De 17e eeuw is voor Nederland ook wel de Gouden Eeuw. In deze eeuw is Nederland een toonaangevende wereldmacht. In deze paragraaf gaan we kijken waarom dat zo is. Deze paragraaf gaat over de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek. Dat is een hele mond vol en als je dan kijkt naar de blokjes ernaast, dan zie je dat dit kenmerkend aspect met allerlei zaken te maken heeft. Het lijkt dan ook misschien een beetje ingewikkeld zo op het eerste gezicht, maar eigenlijk komt het de hele tijd maar op één ding neer. Wat maakt die Nederlandse Republiek nou zo anders dan andere landen in die 17e eeuw en waarom ging het hier zo goed in die tijd? We gaan dat eens even blokje voor blokje bekijken. We beginnen met de politiek. In de landen om ons heen, zoals bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk en Spanje, daar waren sterke koningen aan de macht die alles zoveel mogelijk zelf wilden beslissen. Die landen waren duidelijke gecentraliseerde staten. In de Republiek was geen sprake van gecentraliseerd bestuur. Daar leek het wel alsof iedereen mee wilde beslissen in de politiek. En op die tekening die je hier links ziet, zie je al hoe dat bestuur in elkaar zat. Maar die tekening kan misschien een beetje onduidelijk zijn, dus ik zal hem er nog eens even schematisch naast zetten. We beginnen onderaan. Op lokaal gebied was het bestuur in handen van de graafschappen en de vroedschappen. Op het platteland besliste de adel en in de steden, daar zaten de regenten, de rijke burgers, in de vroedschappen, het stadsbestuur. En ieder graafschap en iedere stad had eigen regels. Vanuit die graafschappen en die vroedschappen werden vertegenwoordigers gestuurd naar het bestuur van een gewest. En dat bestuur werd de gewestelijke staten genoemd. Alle 7 gewesten hadden die gewestelijke staten en ieder gewest had eigen bestuur en eigen rechtspraak en de regels konden in Holland dan bijvoorbeeld ook heel anders zijn dan in Groningen. En hieruit blijkt dus heel duidelijk dat de Republiek geen eenheidsstaat was. Maar toch werkten die gewestelijke staten vaak samen. En dat deden ze in de Staten-Generaal. De Staten-Generaal die beslisten over zaken die eigenlijk alle gewesten gezamenlijk aangingen. Zoals bijvoorbeeld de verdediging, de defensie van de Republiek en het buitenlands beleid. Of het bestuur van de zogenaamde generaliteitslanden. Dat waren gebieden die later op de Spanjaarden veroverd waren, zoals bijvoorbeeld Brabant, en die geen eigen gewestelijke staten kregen. Dan zie je in de tekening ook nog 2 personen staan, de raadspensionaris en de stadhouder. Dat zijn de 2 belangrijkste personen in de staatsinrichting van de Republiek, en die zullen we ook nog even kort bespreken. De raadspensionaris kwam uit Holland. Holland was het belangrijkste gewest, droeg de meeste belasting af, er woonden ook de meeste inwoners, en daarom wilde Holland ook een flinke vinger in de pap hebben in die Staten-Generaal. En de raadspensionaris, die was dan ook de secretaris van die Staten-Generaal. De stadhouderlijke functie, die stamde al uit de tijd van de Spanjaarden. En die functie bleef bestaan. De stadhouder was in eerste instantie de plaatsvervanger geweest van de Spaanse vorst in een gewest. En ook in de Republiek was hij een van de belangrijkste personen binnen een gewest. In feite waren er 2 stadhouders in de Republiek. 1 stadhouder, die was stadhouder van Friesland en Groningen. En de andere stadhouder, die was stadhouder van de andere 5 gewesten. En er zijn ook nog een 2-tal periodes geweest waarin er zelfs geen stadhouders zijn geweest. Want die stadhouder, ja, een aantal mensen vonden dat toch niet goed dat die zoveel macht hadden. En die wilden dan graag zonder stadhouder verder gaan. Maar wat deed hij nou eigenlijk precies? Nou, die stadhouder die was onder andere de opperbevelhebber van leger en vloot. Hij was de belangrijkste militaire leider dus binnen de Republiek. En bovendien hield hij in ieder gewest toezicht op de rechtspraak. En deze inrichting van het bestuur, deze staatsinrichting, is dus heel anders dan in ons omringende landen. Want in feite is er geen sprake van een centraal bestuur. Gaan we door naar de economie. Op het kaartje links zie je al een aantal belangrijke economische sectoren en belangrijke economische gebieden afgebeeld. We zien een aantal belangrijke handelsroutes, zowel binnen de Republiek als naar het buitenland toe. Zowel over land als over zee. Maar wat misschien nog wel het meest interessant is, of iets wat het meest opvalt, is dat kleine grafiekje rechts onderin de kaart. De tonnenmaat van de vloot van 1570 tot 1670. De oranje blokjes geven aan hoeveel ton er door Nederlandse schippers is vervoerd. En de groen-grijze blokjes die geven aan hoeveel ton er door Engelse, Duitse en Franse schippers is vervoerd. En in 1570... vervoerden Nederlandse schippers al net zoveel als die schippers uit die andere 3 landen bij elkaar. En 100 jaar later vervoerden die Nederlandse schippers zelfs meer dan het dubbele dan die schippers uit die andere landen bij elkaar.
De Nederlandse handel was enorm toegenomen in een eeuwtijd. En de economie bloeide dan ook op. En dat gebeurde dus op het gebied van de handel en dan met name de zeevaart. Denk daarbij bijvoorbeeld ook weer terug aan de VOC en de WIC uit de vorige paragraaf. En de economie bloeide ook op het gebied van de nijverheid. En in heel Europa en over de hele wereld kon men dan ook Nederlandse handelaren vinden. En Nederlandse nijverheidsproducten, zoals bijvoorbeeld het Leids laken, die waren in heel Europa gewild. Er was één plaats in het bijzonder in de Republiek die eruit sprong, en dat was Amsterdam. Dat werd echt het financiële en het handelscentrum van de Republiek en eigenlijk van de wereld in de 17e eeuw. En de Amsterdammers konden dan ook zo'n mooi stadhuis laten bouwen, zoals wij hier op dit plaatje zien, het tegenwoordige Paleis op de Dam. Omdat het zo goed ging met de economie, lag de welvaart in de Republiek enorm hoog. En dat had gevolgen voor alle lagen van de bevolking. Hier op dit schilderij van Jan Steen zien we verschillende bevolkingslagen afgebeeld. We zien een van de burgemeesters van Delft in het midden zitten. En rechts van hem zien we bedelaarster met haar kind die hem vragen om een aalmoes. En nou is het natuurlijk geen pretje om een bedelaar te zijn. Maar als je in de 17e eeuw ergens bedelaar moest zijn, dan kon je maar het beste in een Nederlandse stad zijn. Want doordat de welvaart hier zo hoog lag, was de kans dat je bedelaar werd sowieso klein. Want er was een heel lage werkloosheid, er was altijd wel werk voor je te vinden. En mocht je toch geen werk hebben, dan was er een heel goed stelsel van armenzorg. In de Republiek hadden armen het dus relatief beter dan in andere landen van Europa. Dan door naar het laatste blokje, de cultuur. Want we zien in de Republiek in de 17e eeuw een hele grote culturele bloei. En dat gebeurt op verschillende gebieden. Een van die gebieden is de schilderkunst. Schilders als Vermeer, waarvan we hier links het melkmeisje zien, of Rembrandt, waarvan we hier rechts een zelfportret zien, die kregen enorm veel opdrachten van die rijke kooplieden. De schilderkunst bloeit dan ook enorm op. En Nederlandse schilderijen waren in die tijd heel erg gewild in heel Europa, maar nog steeds hangen wereldwijd musea vol met schilderijen van de Hollandse meesters uit die tijd. Een tweede iets dat we opzien bloeien is de literatuur. Schrijvers als Joost van den Vondel, Pieter Cornelisz Hooft en Bredero werden in heel de Republiek gelezen. Sowieso lag de geletterdheid in de Republiek hoger dan in andere landen. En ook de wetenschap bloeide enorm op. Hieronder zien we enkele voorbeelden. Links zien we bijvoorbeeld een tekening van Antonie van Leeuwenhoek. Hij heeft bacteriën getekend die hij door zijn microscoop heeft gezien. Antonie van Leeuwenhoek was namelijk de uitvinder van de microscoop. In het midden zien we een molen staan die is ontworpen door Leegwater. Leegwater was een ingenieur die het voor elkaar kreeg onder middel van zijn molens meer het droog te pompen, zodat er meer landbouwgrond kwam. Wat weer goed was voor de economie van de Republiek. En de man rechts is Hugo de Groot, een van de belangrijke rechtsgeleerden uit de 17e eeuw. En op deze drie gebieden was er dus een grote bloei te zien in de Republiek in de 17e eeuw. Maar ook in een ander cultureel opzicht was die Republiek bijzonder. In de Republiek was namelijk sprake van godsdienstvrijheid en tolerantie. In naam was de Republiek een Calvinistisch land, maar andere geloven zoals bijvoorbeeld het katholieke geloof waren ook toegestaan. Oké, we zetten alles nog even kort op een rijtje. Waar komt nu die bijzondere plaats van de Republiek vandaan? Nou, op politiek gebied hebben we dus gezien dat de Republiek in tegenstelling tot andere landen geen centraal bestuur heeft, maar dat men hier constant moet overleggen met elkaar, het zogenaamde schikken en plooien. En bovendien had de adel hier sowieso niet zo heel veel inspraak. Het bestuur in de Republiek had een burgerlijk karakter. Op economisch gebied zien we dus een geweldig grote opbloei. En dat maakt de Republiek in de 17e eeuw tot het rijkste land van Europa. En die rijkdom zorgt ervoor dat er een hoog welvaartspeil is en dat er dus relatief weinig armoede is in de Republiek. Niet alleen de economie bloeit op, maar ook de cultuur die bloeit op, de schilderkunst, de literatuur en de wetenschap, die bereiken een ongekend hoog niveau. En daarnaast is er in de Republiek dus sprake van godsdienstvrijheid en tolerantie. En op deze vier gebieden onderscheidde de Republiek zich in de 17e eeuw dus van andere landen in Europa. En dat maakte de 17e eeuw voor de Nederlanders met recht tot een gouden eeuw.